Hi, kijkers van De Geweldige Kaas. Welkom bij een nieuwe aflevering van GeoGuessr. I wanted to do the episode in English. Because then I have more viewers. Nee, dat is een kut idee. Play today's challenge. Start game. Douglasville en New Boston. Dit lijkt me iets Amerikaans. Vooral New Boston. Boston ligt al in Amerika. Dit lijkt me zelfs Canada. Zo ver wil ik gaan om te beweren dat dit Canada is. Hey, ik heb allemaal berichten. Ik heb allemaal WhatsApp berichten, jongens. Gewoon over de vakantie die ik morgen ga hebben. Helemaal niks belangrijks. Oké. Welkom bij GeoGuessr. Vandaag ga ik... Sorry, man. Sheriff. Dit is wel gewoon Amerikaans. Vooral die vlag die hier hangt. Texas. Hey, dit is helemaal niet Canada. Texas Department of Public Safety. Want hier zal ook wel de vlag van Texas bij hangen. En dat vind ik fijn. Nu is dat onnodig. Nee, dit is Mexico. Nee, dit is Texas. Nu is dat onnodig, omdat er stond gewoon al op het bord dat het Texas was. Dus hang dan die vlag gewoon niet op. Doe dat gewoon als er geen bord staat. Wat staat er hierop? Hugh Springs Dangerfield. Dangerfield, die zal er maar wonen. Dat is echt stoer. Texas Health and Human Services Business District. Er staan ook nog routenummers. Hey, kijk. 11 Texas. Maar Texas is groot. Dus er is nog niks in de pocket. Helaas. We zoeken naar zo'n rondje met 11. Oké, dat is nergens. Waar waren die steden? We hadden net steden hier. Douglas en New Boston. Douglasville. Oké. Hoe ver? New Boston is naar het noorden 36 kilometer. New Boston en Douglasville. Nou, hier is de grens. Oké. Allebei niet te zien. Morton? Oké. Ik zie het niet. Waarom niet? Waarom is dat zo? Dat ik het niet zie. 36 kilometer is ook echt niet ver. Dat is waarom... Waarom zoek ik daarnaar? Dat is echt een kleine afstand. Sorry, gewoon leuk muziek. Eén keer was ik... ik belde een bedrijf. En ze hadden als wachtmuziekje dit. Wat ik echt al jaren gebruik als het intro muziekje in mijn filmpjes. Dus ik dacht, hey, tijd om een filmpje te maken. Dus ik ging al gelijk commentary doen. Die man opnemen. Wat zei je allemaal? Nee, niks. Ja, het is in ieder geval groen. Dus ik zet hem het liefste hier zo. Er zijn heel veel bossen en zo. Gewoon Louisiana-achtige bossen. Wat is dit? Linden. City limit? Oké. East staat er toch? Oh, dit zal wel goed zijn. Nice. Nice. Heel nice. Nice. Oké. Oh, kijk. Linden, Douglasville, New Boston. Inderdaad, echt klein. Maar goed, play next round. Hier. Oh, dit is een interessant land. Ik denk dat dit Schotland is of Noorwegen. Daar gaan we snel genoeg achterkomen. E6. Nou, dat is Zweden. Dit is zelfs Zweden. Of Noorwegen. Maar eerder Zweden. Die hebben echt al een E6. Maar het is Dalen, Alders, Oksikje, Hem... Kefjord, Kirkekabberwerk, Trierpits Museum. Oké, E6. Die loopt gewoon hier zo, toch? Oh, hier heb je dus een E6. Ja, dit bedoel ik. Dus hier ligt ook een E6. Maar die ligt ook gewoon hier. Helemaal hierheen. Trierpits. Is Trierpits iets groots en bekends? Want de term Trierpits komt me bekend voor. Maar hij gaat helemaal door naar hier, hè? Dus... Gewoon het feit dat het de E6 is. Ik weet niet of we daar veel aan hebben. Ja, het zegt mij dat het waarschijnlijk in Noorwegen is. Omdat deze weg de E45 is. Nee, oké, dan waarschijnlijk Noorwegen. Dan moeten we even naar de omgeving kijken. Ziet het er noordelijk uit? Ziet er rotsachtig uit? Typisch. Kefjord. Matisdalen. Een of andere Erasmusbrug. Ziekjeheim. Ja... Sowieso bij gewoon dat water aan de rechterkant ligt. Hier zo.
Nee, want dit gaat nu hierheen. Ja, hier eerder dan. Levanger. Meare. Hier zo. Trones. Strendenek. Valjors. Dit is wel een beetje qua namen net zo gek. Dus prima. Hier zo. Nee. Dan denk ik dat ik een naam herken, maar die heb ik helemaal niet hier op borden gezien. Dus hier, dat is weer die E6. Oh. Oké, hier komen we eerst vandaan, toch? Maakt niet uit. We gaan even de brug over. Wat voor brug is het? Staat dat hier? Kefjord, ja. Wacht hoor. Als ik naar het noorden kijk, ligt het water zo. De E6 gaat er zo overheen. Hier gaat de E6 niet echt over het water. Het is ook maar een riviertje, hè? Die gaat zo. Oei. Dus zoals hier. Maar nee, niet zoals hier. Ook niet zoals hier. Hier wel ongeveer. Hier wel ongeveer, hè? Ik zou het niet weten. Ik vind het een safe bet, omdat het in het midden ligt. Maar ik zou niet weten waar, hoe. Hier gaat het ook nog de berg in. Ik weet niet hoe dat op de kaart staat. Aangegeven. Hier S10 is weer heel vaag. SOS, oké. Of drugs. SOS. Oh, we komen hier vandaan. Oh, shit. Oh, dit is die brug. Oké, dan gaan we nu even hier. Hé, kijk. Oh! Ik wou... Atla. The Kingdom. Oké. Godverdomme. Scar... Oh, nee. Dat is echt compleet gewoon... weg. Ja... Logisch, ja, de weg lag inderdaad zo. Mooi. Oh man. Dit hele stuk hier is ook waarschijnlijk helemaal niet zo groot. Maar het is. Dit stuk is echt Nederland-Spanje, hè? Als je dit verschuift naar hier. Maar waarschijnlijk is dit stuk zoiets. Oké, plenaire zand. Godverdomme. Ik haat het. Oké, dit is weer Zweden. Of is dit een andere vlag? Waarom hangen die vlaggen naar beneden? Wat is het? USA. Curaçao? Of zo? Is die vlag? Nee, dat zal wel niet. Citizens Bank and Trusts. Nee, dit is gewoon... een plaats in USA. Hier, Washington Street. Nu zullen er heel veel streeten overal in USA Washington heten. Staten. Menu Maker Foods. Staat er hier? Oh nee. Open. Kijk. Wacht hoor. South End. Dog Park. Oké, dat is gewoon South End van de stad. Missouri. Dat is nice. Dat is de state Missouri. Hier, kijk. En dan zijn we waarschijnlijk in een stad in Missouri. We kunnen gokken op een grote. We kunnen ook gokken op een kleine. Maar dan eerder op een grote zou ik doen. Oké. Waar staat dat? Emerald. Emerald ligt daar toch? Hier ligt er een plaats genaamd Emerald. Of heb ik dat mis? Nee, niet hier. Dat is een andere stad. Maakt niet uit. Emerald Advance Now. Staat het hier op de bus? Carter Express. Nee, Carter zal de achternaam zijn. 1,5 minuut nog. Komt wel goed. El Toro. Benskin, Club Cadet. Je zou toch verwachten dat er ergens gewoon groot een stad ook staat. Graham. By Here. Cherry Street. Over Viaduct. Incorporated. Staat nergens zo van, hey, welkom bij McDonald's Den Bosch ofzo. Maar het is niet Den Bosch, maar... Je snapt het punt. Meestal staat gewoon ergens waar... Welke staat. Hier, Livingston. Nee, dat is de county. En je ziet niet wat welke... Calvary Rapist? Oké. Wat staat er hierop? Nog een half minuut. I don't know. Ik weet het niet. En Missouri is ook gewoon best wel groot. Fuck!
oprecht gewoon Scott. Great Scott. Okay. Geen tijd voor grapjes. Oké, godsamme. Holiday Parade, Citizens Bank. Het is wel gewoon... Oké, ik zet hem in Springfield. Chillicothe? Oh, shit. Ja, Chillicothe. Oké, als ik iets meer tijd had gehad, dan had ik die gevonden. Jammer. We hebben maar wel iets meer dan 4000 punten. Die van Noorwegen is echt gewoon jammer. Oké, maar nog twee rondes. Laten we gewoon ons best doen, want anders zijn we zwak. En ik geef het vaak op, dus... Hé, hey, kijk, Göteborg. Ik weet waar dat ligt. Volgens mij. En Amel. Dit is gewoon weer Noor... Nee, hier, Göten. Gothenburg. Dat is dan de Nederlandse versie, denk ik. Maar dit is wel Gothenburg. Als er ook een E6 ligt. Absoluut. Naar het zuiden. Hop. Wacht hoor, E6, Göteborg. Dus dat kan ook gewoon hier zo zijn. Amal is er ook. Amel. Emmel, Emmel en Bulgarbri. Oké. Hier is Amal. Oh joh. Waar is dan die E6? Hier. Dan zal dit betekenen 164 naar Amal. Dat is deze. Die loopt hierheen, hierheen, hierheen. En hier Miti. Met de E6. En dan is daar een rotonde van je welste. Denk ik? Nee. Tenminste, wat is de omgeving? Jawel. Nee, dit is niet. Oké, dan is het meer... Oh, wacht. Dit is natuurlijk gewoon een kleinere weg. Dit is niet de E6. De E6 ligt er. Dus we zitten hier ergens. Dat is ook geen rotonde. We zitten ergens hier, denk ik. Nou, we zitten sowieso in de buurt. Denk ik. Bieden is ook richting daar. Welke is dat dan? Amel. E6. We kunnen ook hier tussen zitten natuurlijk. Dus uiteindelijk hebben we nog een heel groot gebied. Om een keuze uit te maken. Oké, hier zo is. Wat is hier? We hebben nog een minuut. Om het even wat duidelijker te maken. Wat staat er op dit bord hier zo? Göteborg en Uddevalla. Uddevalla. Göteborg is helemaal hier. Uddevalla. 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 Ik zie geen Uddevalla. Ik zie geen Uddevalla. Ik zie het niet. En dat is jammer. Oké. Wat dan? Pendel. Ja, boeien. Met je pendel. Oké. Amal is daarheen. Oké, dan zijn we toch gewoon hier ergens. Hop, hier. Hier wil ik hem neerzetten. Guess! Het was wel echt op de E6, blijkbaar. Bijna op de E6. En dit was die 164. Hier zaten we net toch? Godsamme. Oké, het scheelt 100 punten. Boeit niet. Play next round. Laatste ronde. Laten we hem even nailen of zo. Dit ziet er weer vrij Scandinavisch uit. Vooral dit bord. Is dit geel in het midden? Hop, ja, het was geel in het midden. Scandinavië. Noorwegen, Zweden. Finland misschien. Er is stroom. Een stuwdam. Ook gaaf. Altijd. En als ik dit zo zie... Een rivier in Zweden of zo... Ik wil een bord. Porius Kraftwerk. Ik vind Kraftwerk heel Zweeds, maar Porius, dat vond ik weer heel Noors. Porius Glak. Hey. Wat is dat dan? Dat is Frankrijk. Negeer het. Oh, nog één. Oh, Vattenfall. Dat is toch Zweeds? Want dat is helemaal dingen aan het overnemen. Wat een val. Hier, kijk, Zweden. Hop. Wij zitten bij Delta. Want we wonen in Zeeland. En dat is ook overgenomen door Vattenfall. Dat is grappig. Porius. Hydro Power Center. Dus die hebben ook een stuurdam. Hey, ik zie hier allemaal borden. Hallo,
Ja, ik weet niet waar dit is. Dat is het. Waarschijnlijk, ja, bij een rivier. Ik weet niet welke rivieren er in Zweden liggen. Ik kijk. Arvidsjaur. Jokkmokk. Jokta. Oké, die steden heb ik nooit geleerd. Maar de E45, dat is een zekerheidje. Ligt die hier? Nee, die ligt sowieso in Zweden. Hier is de E45. En die loopt hierheen. Ho, Trollhättan. En die stopt hier. Jokkmokk, Arvidsjaur. Ik weet niet hoe groot die zijn. Laten we deze even goed doen. Stopt die hier? Die stopt. Nee, die gaat hier verder. Kijk. Hier is wel veel water. Het moet wel bij water natuurlijk. Hier gaat hij nog verder. Oh man. Hemmerdal, Saltvikens, Tensfazikjefsen, Stroomsund, Mälselefors, Reisele, E45, E. Gaat helemaal verder. Aviaiken, sorry als ik het allemaal niet zo goed zie. Jokmok! Yes! Oké, en dan hier zo. Denk ik? Nee, hier meer. Oké, maar hier, dit lijkt me wel echt een plek voor een stuwdam. Hier, Vattenfall. Perfect. Oh, dat is perfect. Oké. Maakt niet uit. Dat is echt goed. Blij dat ik hem nog zag. Jammer van die van Noorwegen, man. Die is echt heel erg zonde. Anders hadden we echt weer een knaller scoren. Is het niet fijn dat mijn haar gewoon terug is? Ik vind het echt een hele leuke lengte voor mijn haar. Het is gewoon chill. Het is niet te lang. Ik vind het echt top. Ik ga even hier, print screen. Perfect, dan weet ik, dan kan ik dat aan de kapper laten zien. Want dit is wat ik wil. Show high score. Misschien moet ik het niet met die blik doen. Zo dan. Heel kut. Staan we in de lijst? Nee. Oh, misschien wel. Oh, yes! Hoppakee. Toch wel, hè? Ondanks alle fouten. Oké, 21.500. Dat is gewoon veel hoor. 93ste, wat was het? Ja, 93. Van de hoeveel? Hoppakee. Oké, dankjewel voor het kijken. Doe een duimpje opzij. Tot ziens.